Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Dit is insectenslijm. En nee, het is geen woensdag, het is geen slijmdag, het is ook geen zondag met slijm dit. Maar het is wel bijna Halloween. En daarom waren wij op zoek naar allemaal leuke Halloween spullen. En dit hoorde daarbij. Er zitten leuke insecten in die wij in ons eigen slijm kunnen gaan gebruiken. En de reden dat ik het eigenlijk niet doe op woensdag is heel simpel. Daar wil ik toch liever slijm maken dan het slijm van wat al gemaakt is laten zien. Soms is het niet anders, want dan heb ik gewoon zoveel van dit soort spullen dat dat niet anders kan. Kijk, dit waren die bouwdingballen die ik een tijdje geleden heb laten zien. Dat kan je hier ook mee doen, dat gaat heel erg goed. Het is heel klein slijm. Het komt bij de Big Bazaar vandaan, zoals ik volgens mij zei ik dat al net. En wij gaan eens kijken wat voor soort slijm dit is. Is het een beetje leuk? Is het een beetje is het stretchy? Is het juist heel hard? Ik weet het niet. Die balletjes zijn ook trouwens leuk. Dat soort dingen, als je dat hebt, niet meteen altijd kwijt proberen te raken. Want je kan het daarna nog gebruiken. Nou, dit het is in ieder geval hard. Het, het scheurt meteen, zoals je kan zien. Het kneedt wel lekker. Maar om nou te zeggen dat het het is niet echt. Ja, kijk, als ik hem nu zo eruit te veel haal. Ik laat even een beetje spul erin zitten. Want hij brokkelt heel erg. Dat betekent dat hij misschien niet goed is afgesloten geweest. Kijk, je kan hem niet echt uittrekken. Het kan wel een beetje. Maar hij is een beetje scheurderig, om het zo te zeggen. Nou, het lukt wel. Het is wel. Ik vind hem wel prettig aanvoelen. Maar het. Nou ja. Kijk, ja, het gaat wel. Oh. Als je een beetje te snel eraan trekt, dan is het eigenlijk een beetje zoals het slijm dat ik maak wanneer ik er te veel baking soda bij doe. Nou, dit is één. Ik ga ze gewoon allebei openmaken. Ik ga ze even nog niet mengen, want misschien heeft mijn vrouw, juf Jannie, hier ook wel allemaal, zo, allemaal plannen mee. Ik ga ze wel even vergelijken. Deze is hetzelfde, dus ik denk niet dat ze uitgedroogd zijn, maar hij voelde ook wel heel goed dicht. Het in beestje wat erin zit, kan ik die eruit krijgen? Want die wilden we eigenlijk juist. Daar deden we het een beetje stiekem voor. Sorry hoor. Even. Nou, hij zit er ook nog steeds in. Er zit een klein zilver torretje in bij deze. Bij deze is het een gouden torretje erin. Het is dus niet slimy. Het is meer dat, nou ja, jullie kijken mijn video's en jullie weten gewoon hoe mijn slijmer uitziet als ik er te veel baking soda bij heb gedaan, dan gaat het ook zo scheuren. Dan is het wel stevig. Het is dan absoluut niet plakkerig. Maar het is niet zo stretchy als je zou willen. Het is wel heel mooi transparant. Je kijkt er echt dwars doorheen. Het knijpt wel echt lekker. Dat vind ik wel. Het lijkt een beetje op. Ik ga deze even hierin doen. Kijk, je hebt dit soort putties, die van de. Deze is van de Intertoys. Nou, en daar lijkt het een beetje op. Nou, deze scheurt dus ook. Die is al open geweest. En het lijkt nog het meeste op die op het slijm wat we laatst hadden van de. Dat was de Action volgens mij. En dat was met Cars en met Star Wars. Dat waren die drie potjes. En die heb ik uiteindelijk bij elkaar gegooid. En daar lijkt dit nog een beetje het meest op. Ik vind het wel prettig slijm. En ik merk ook als je hem wat langer vasthoudt, dan wordt hij wat dunner en dan wordt hij wat warmer en dan wordt hij wel wat rekbaarder en dan scheurt hij minder snel. Kijk, dus dan wordt hij wat beter. Ik vind hem wel leuk, dus. En het leuke hiervan is, het moment dat dit niet zo goed werkt, heb ik een slijmt dit zondag met kan ik dit slijm redden? Of we kunnen het bij elkaar gooien, we kunnen hem wat groters maken. Het is dus niet zo verschrikkelijk veel slijm zoals je ziet. Het is echt een heel klein bolletje. Maar hij is wel. Kijk, hij gaat steeds verder voordat hij scheurt. Dus gewoon lang mee blijven spelen. En dan komt het vanzelf op een gegeven moment goed. Het wordt steeds warmer. Je kan hem ook een tijdje zo in je hand houden natuurlijk. Hij wordt ook wat plakkeriger zoals je ziet. In het begin was hij helemaal niet plakkerig. En hoe rekbaarder die wordt, hoe plakkeriger die ook wordt. Het is leuk voor Halloween om dat ergens in te doen, dat kinderen misschien er doorheen moeten. Sommige mensen maken zelf een spookhuis.
En dan zijn dit soort dingen natuurlijk leuk om gewoon in het huis ergens neer te leggen. Dat heb je zo'n soort voelbak en dan moet je met je handen erin. Dat is trouwens wel een leuk Halloween idee, hè? Dat om mensen te laten schrikken, dan moeten ze met hun handen ergens in. En soms heb je dan wol wat ze nat hebben gemaakt. Dat voelt dan heel eng. Maar ja, als je dus zelfgemaakt slijm hebt, dat is natuurlijk ook wel heel erg creepy. Als je dan niet weet wat het is en je voelt dat, dan voelt dat heel erg naar. Moet je wel zorgen dat het niet te plakkerig is. Maar kijk, het wordt steeds beter, hè? Je moet niet in één keer heel hard trekken, maar gewoon als je rustig trekt en zo, dan zie je dat het op zich wel goed gaat. En wat ik heel erg fijn vind, is als ik dit doe, dat het meteen samen weer een geheel wordt. Dat vind ik altijd wel leuk als dat het doet. Oké, even deze roze gehad. Zo, die roze doen we ook weer even dicht. Zo. Het balletje klikt ook lekker, dus dat zit goed. Hier zit een insectje in. Gaan we even naar die groene. Ja, kijk, deze groene is nog heel erg koud. En dan zie je dat hij direct scheurt. Dus nu ga ik toch nog eventjes een beetje tegen jullie doorpraten om de tijd te vullen. Zodat deze groene wat warmer wordt. Hou ik hem ook zo even tussen mijn handen. En trouwens, de lijm die ik tegenwoordig gebruik om mijn slijm te maken, onder andere deze zeemanlijm, die werkte laatst heel erg goed. En ik had bij de Action lenzenvloeistof gekocht en die werkte ook heel goed. Je kan ook wasmiddel gebruiken natuurlijk en dan gebruiken wij Persil Gel, die werkte heel goed. En je moet even op de lenzenvloeistof kijken of er borax in zit. Niet boric acid, want dat is een soort zuur, maar dat is niet hetzelfde als borax. Er moet echt specifiek borax op staan. En dat zijn wel vaak de groene versies. En volgens mij is groene voor de zachte lenzen en blauw voor de harde. Maar tot nu toe zijn de groene versies, en ze gebruiken volgens mij allemaal dezelfde manier van kleuren, dat zijn het de groene die vaak wel werken en de blauwe niet. Zo, bij de HEMA kan je trouwens ook lijm kopen. En de lenzenvloeistof van de HEMA die werkt iets minder goed. Daar had ik wat meer moeite mee om dat werkende te krijgen. Kijk, hij wordt warmer. Ik ben er langer bezig mee. En hij, kijk, ook mooi transparant. Hè? Dat is wel zo. Als je transparant slijm wil hebben, dan is het vaak wat moeilijker om te krijgen. Omdat het heel veel tijd kost als je het zelf maakt. Maar deze is uit zichzelf al transparant. En na een tijdje ermee spelen, wordt hij dus wel wat rekbaarder en scheurt hij minder. Deze heeft nog iets meer dan die ander, maar het wordt wel steeds beter te doen. Kijk, ik kan hem al bijna tot en met, ja, ik kan hem de hele camera breedte kan ik hem uitrekken. En zoals jullie in het begin zagen, als ik nu doe ik het heel hard. Hij deed bijna meteen dit en nu trek ik heel hard. En in het begin trok ik heel rustig. Kijk, nu gaat hij gewoon goed. Het enige nadeel is, het is niet zoveel slijm. En in een andere video kan ik deze twee misschien met elkaar gaan mixen. Voor nu wil ik dat nog niet. Nu kan ik er misschien nog andere dingen mee doen. Nu kan ik nog een experiment doen. Deze hier misschien scheerschuim bij en hier wat water alleen. Of misschien weer wat anders, maar als ik ze bij elkaar doe, is dat wat minder praktisch. Nou, twee soorten slijm met beestjes erin van de Big Bazaar. Het is toy slijm. Kijk, dit was hem. Daar was hij te koop. Misschien is het nu tijdelijker te koop omdat het binnenkort Halloween is. Dat kan natuurlijk. Dat zou helemaal niet zo raar zijn als dat zo is. Ik ben in ieder geval blij als je dit hoort dat je het tot het einde hebt volgehouden, mijn video. Dat je tot het einde bent blijven kijken. Dus daarvoor zeg ik dankjewel. En tot de volgende keer. Doei!